Koos Vollmer, jullie zijn van E-Plucon. Jullie hebben slimme warmtepompconcepten met de Spaanse warmtepomp Ecoforest. Maar als ik nou echt naar de toekomst wil kijken, heb je een eigen woning die nogal toekomstgericht is? Ja, dat klopt. Ja. 4 jaar geleden heb ik al gezegd dat ooit onze woningen op een lantaarnpalensluiting wordt aangesloten. In die tijd werden we daar eigenlijk nog een beetje over uitgelachen. 3 jaar geleden kreeg ik een stukje grond in Hunspeet. En toen dacht ik van ja, dan moet het nu gebeuren. En toen hebben we dus inderdaad een woning vrijstaand op 10 ampère. En dat hele concept is nu uitgerold en is natuurlijk nu een heel hot item. De 10 ampère woning? Ja, 1 keer 230 volt 10 ampère op een vrijstaande woning zonder comfortverlies, correct ja. Waarom is dat de toekomst? Kijk, we weten natuurlijk nu in een versneld tempo dat wij projecten hebben die gewoon niet aangesloten kunnen worden op het net. We moeten zorgen dat wij op woningniveau naar een lager aansluitwaarde gaan. En dan heb je eigenlijk, je gaat en duurzaam, maar je kan ook gewoon lekker doorbouwen.